Wij gaan uit de Bijbel lezen en dat doen we vanmiddag uit het Oude Testament, uit Nehemia. Dat is een boek in het Oude Testament. En uh, het verhaal uit de Bijbel, jongens en meisjes, gaat hierover. Kijk, jullie weten vast wel, het volk van Israël moest een keer in ballingschap, hè, voor straf moesten ze naar Babel. Nou ja, dat moet je maar geloven. En, en later mochten ze weer terug naar huis. En daar gaat het vandaag over. Ze mochten terug naar huis. En, en dan gebeuren er allemaal dingen en wat vandaag gebeurt is, moet je even onthouden, het volk van Israël gaat het loofhuttefeest vieren. Het is een beetje een moeilijk woord, maar dat ga ik straks uitleggen. Ze gaan het loofhuttefeest vieren, want dat moet van de Heer. En ik ga straks uitleggen waarom het moet en wat dat met dankdag te maken heeft. En, uh, en misschien is het wel mooi om te zeggen, ook tegen de gemeente, vorige week was het loofhuttefeest in Israël. En dat heeft me dan wel mede... Zeg maar geïnspireerd om hier voor de kinderen preek over te maken. Nehemia 8, vers 14 tot en met 19. Dus de mensen zijn terug in Israël. Men is gaan herbouwen. Ook aan de tempel is men gaan herbouwen. De mensen zijn bij elkaar. En dan wordt straks door Ezra voorgelezen uit de Bijbel. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk. De priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerden. En dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de here door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in Loofhutte zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem en zouden zeggen: ga naar buiten, naar de bergen en breng het. Loof, hè, de bladeren van de olijfboom, loof van de olijfwillig, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dichtbebladerde bomen om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof, ze maakten bladeren en takken en ze maakten loofhutten. Loofhutten zijn, jongens en meisjes, een soort hutjes, tenten van takken en bladeren. Ze maakten loofhutten voor zichzelf, eh, ieder op zijn dak en in hun voorhoven, dus in de tuin, en in de voorhoven van het huis van God en bij de tempel. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Heeren Israël niet meer gedaan, zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Joshua... De zoon van Nun, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. En men las, eh, aan, men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. vanaf de eerste dag tot de laatste. En ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst. volgens de bepaling. Tot zover. En eh, we zetten boven de preek. Dat kunnen alle kinderen wel onthouden. Je moet niet vergeten. Dat is wel leuk, hè? Dus je kan het niet, en je kunt het allemaal wel onthouden. Je moet niet vergeten. En dat ga ik in de preek uitleggen. Uh, we gaan... Dat was echt heel mooi trouwens. En ook echt een liedje van dankdag, hè? Dank u, hoorde ik steeds. Mooi. En uh, na de preek zingen wij ook een lied wat uh, iedereen kent: Juicht aarde, juicht alom de Heer. Psalm 100, vers 1 en ook vers 4. Want goede tieren is de Heer. Psalm 100, vers 1 en vers 4. Ja. En dan komt de preek, hè. Wat, wat, wat stond er ook alweer boven de preek? En niet vergeten. Zijn jullie vergeten? En niet vergeten staat er boven de preek. Nou, jullie waren het weer vergeten. Dat is jammer. Niet vergeten, hè. Boven de preek staat niet vergeten. En aan het eind van de preek weet je misschien waarom. Gemeente, jongens en meisjes, hangen er bij jullie in huis wel eens slingers? Met uh, ballonnen en zo? Ik denk het wel, hè? Want, want dat is bij iedereen wel eens zo. Uh, maar waarom is dat eigenlijk? Waarom hangen er nou wel eens slingers met ballonnen? Nou, zeggen de kinderen vanmiddag in Sillerzoek, dat is niet zo moeilijk. Slingers en ballonnen, die, die hangen je op als het feest is. Bijvoorbeeld, als je jarig bent. of als er een baby is geboren. dan is iedereen blij en dan ben je dankbaar. en dan kan iedereen het zien, hè. Kijk, in Jeruzalem, daar ging het over net in de Bijbel. in Jeruzalem is het ook feest. En het heet het Loofhuttenfeest. Nee, jongens en meisjes, de, de mensen hebben niet slingers opgehangen. en ballonnen en zo, die bestonden toen nog niet. maar, maar je kon het wel zien. Overal in de stad hadden mensen mooie hutten gebouwd. van bladeren en takken. En die hadden ze dan uh, op het dak gemaakt of, of in de tuin. En dat waren hele mooie hutten. Van de mooiste bladeren. En, en jongens en meisjes, dat ziet er heel vrolijk uit. Als je nu in Israël bent en het is Loofhuttenfeest. is dat heel leuk, zeker voor kinderen. Kinderen vinden het helemaal geweldig. Die gaan dan in die hutten zitten en erin slapen. En erin eten. En soms doen ze dat dan de hele week. Loofhutten feest. En, en dat niet alleen jongens en meisjes. Je gaat niet alleen in dat hutje zitten gezellig. Maar weet je wat de mensen ook doen met Loofhutten feest? Heel erg lekker eten. Nou dat doe je bij je verjaardag ook hè. Ga je lekker eten. Overal wordt dan heel lekker eten gemaakt. En, en, weet, je, en weet je wat heel bijzonder is? Ze maken altijd te veel. Express. Altijd te veel. En weet je waarom ze dat doen? Waarom denken jullie dat ze dat doen? Waarom maken ze te veel express? Weet iemand dat? Om het daarna weg te gooien? Nee, om het weg te geven, ja. Aan anderen te geven. Bijvoorbeeld aan arme mensen. En, nou, nou, en daarom werd dat prachtige feest gemaakt. Gemeente, wat is dat heerlijk? Hè? Als er tijden zijn waarop het feest is, waar, waar je je zegeningen tellen mag. Dat, dat doet u toch wel? Hè? Met uw kinderen, maar ook zelf. Wist u dat dat heel Bijbels is? In de Bijbel staat vier je vier dagen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat als, als God je zegent en je hebt iets te gedenken met dankbaarheid en blijdschap, dat je dat viert en dat anderen dat ook zien, dat anderen ook kunnen zien dat de vreugde die je hebt, dat die is omdat God je gezegend hebt. Maar, maar jongens en meisjes, even iets vertellen nog. Waarom was het nou in Jeruzalem feest en waarom bouwden ze nou al die hutjes? Nou, dat was niet zo moeilijk. Dat hadden ze gelezen in de Bijbel. De Heere, de Heere God had heel erg lang geleden tegen de mensen gezegd dat ze elk jaar dat feest moesten vieren. Loofhuttefeest. Maar weet je, weet je, dat waren ze vergeten. Al een hele tijd. De mensen wisten het gewoon niet meer. Dat is erg hè. Dat is erg. Stel je nou voor, jongens en meisjes, je bent op een dag jarig en je komt beneden in de woonkamer en er is niks. Er hangen geen slingers, geen ballonnen, mam heeft geen taart gekocht. Dat is toch hartstikke erg? Daar word je ook verdrietig van. Maar dat was in Israël gebeurd. De Heere God had gezegd, jullie moeten dat altijd vieren, dat wil ik, dat is mijn feest. Maar, maar ze waren het vergeten. Ze hadden geen hutten gebouwd en niet feest gevierd. Dat, dat is wat de gemeente als je daarover nadenkt. De Heer zegt: dit, dit moet je vieren. Dit is het feest dat ik heb ingesteld. Dit moet je doen vol dankbaarheid aan mij. Maar, maar het schiet erbij in om God te danken. Om het met een variatie op een Bijbeltekst te zeggen. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Om te zien of iemand verstandig waren die zijn feesten vierde, maar er was er niet één. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen, gemeente. God komt de trap af in uw leven, in uw gezin, en Hij is op zoek naar de slingers van gebed, geloof, dankbaarheid, getuigenis, maar Hij vindt er geen. Maar, maar jongens en meisjes, hoe, hoe was dat nou gekomen? Hoe was dat nou gekomen dat de mensen vergeten waren het feest van God te vieren? Nou, ik zou dat kort proberen uit te leggen. Kijk, het volk van Israël was vlak daarvoor heel lang in Babel geweest. In ballingschap, voor straf. En, en weet je hoe lang? 70 jaar. Net zo oud als opa en oma zijn, of zoiets. En toen ze terugkwamen in Israël. Toen was uh, Jeruzalem kapot en de tempel was helemaal kapot. Alles was kapot. En weet je wat ze toen zijn gaan doen? Toen zijn ze alles gaan maken. Dat was wel goed hè? Ze zijn alles gaan maken, keihard gaan werken. Ze hebben huizen herbouwd. De tempel gingen ze ook herbouwen. Totdat alles klaar was. Maar weet je, toen alles klaar was. Toen was dat ook niet genoeg voor de mensen. Weet je wat ze toen weer wilden? Ze wilden, jongens, dat er weer werd gelezen uit de Bijbel. Dat hadden ze ook heel lang niet gedaan in de tempel. Heel lang. Ook erg, hè? Is toch erg? Als je vergeet te lezen uit de Bijbel. Stel je nou voor, jongens en meisjes, ze komen jullie vanmiddag naar de kerk op dankdag in Sillershoek. En ik ga allemaal leuke dingen zeggen, maar ik vergeet uit de Bijbel te lezen. Nou, dat is niet goed, hè? Dan zouden jullie allemaal zeggen, die mensen maken, dat is niet goed. Ik ga even aan de kerkenraad vertellen. Want je moet uit de Bijbel lezen. Nou, gelukkig gingen de mensen weer uit de Bijbel lezen. En weet je wie dat deed? Dat deed een de man die heette Ezra. Hij was een schriftgeleerde. Iemand die heel veel van de Bijbel wist. En hij begon te lezen, jongens en meisjes. Heel lang. Heel mooi. Weet je wat in de Bijbel staat? Van ochtends tot middags. Aan één stuk door. Nou, dat was een hele lange preek. Maar dat vond niemand erg. Maar dan, maar, maar dan gebeurt er iets, jongens en meisjes. Terwijl Ezra, nou laten we dat de dominee noemen, Dominee Ezra, aan het lezen is, begint er iemand te huilen. Huh? En, en er begint nog iemand te huilen. Grote mensen, hè, grote mensen beginnen te huilen. Maar, maar ook jonge, jonge mensen beginnen te huilen. Kinderen ook, die beginnen ook te huilen. Hey, heb jij dat wel eens gezien? Dat, dat mensen in de kerk gingen huilen. Dat kan wel eens, hè? Soms heb je dat wel eens. Dan, dan is de dominee aan het preken. En dan zie je dat een beetje aan papa en mama. Dan vinden ze dat zo mooi. Of ze gaan naar het avondmaal. En, en dan moeten ze huilen. Dat kan. Dat kan, gemeente. Het woord van God kan je soms zo raken. dat je er ontroerd van raakt. Omdat je de kracht van de woorden ervaart. Omdat de Heer zo duidelijk spreekt in je leven. En ik weet dat best wel. Het zit niet altijd in je tranen. Maar, maar, maar soms wordt in die ontroering die je hebt wel iets zichtbaar van wat Gods Woord met je doet, toch? En weet u, weet u wat de mensen raakt die naar die woorden van Ezra aan het luisteren waren? Het raakte ze dat die woorden die ze hoorden, dat ze die waren vergeten. En het raakte ze dat ze met die woorden die ze hoorden niets hadden gedaan. Je zou kunnen zeggen, die klacht van Psalm 25 kwam, kwam bij dit volk wel binnen. Waar God zegt, ik, ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Nou stel je voor, gemeente, dat je dat hoort uit de mond van de Allerhoogste. Nou dan breekt er iets van binnen, toch? Dan komt er zondebesef. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Overkomt dat u trouwens wel eens, als je, als je dat woord van God hoort, dat, dat het je zo raakt dat er ook berouw komt en spijt. En dat je het moet zeggen: God, ik, ik was u vergeten. Ik wist niet meer dat, dat ik zo moest leven voor u. We, weet je, jongens en meisjes, dus even naar jullie weer terug. Die mensen die dus die preek hoorden van Ezra, weten jullie nog, van dominee Ezra, die gingen ineens huilen omdat ze dachten, oh, alles wat ik nu hoor, dat was ik vergeten. Ik heb God zoveel verdriet gedaan. Maar, maar weet je... Waarover Ezra ook vertelt. Want Ezra vertelde heel lang, hè? Ezra vertelde ook jongens en meisjes dat het volk van Israël ooit in Egypte was. Dat verhaal kennen jullie, hè. Ik heb de zondagshow gehoord. Dat ze in Egypte waren. En, en dat God ze toen bevrijdde. En dat ze toen door de woestijn moesten reizen. Hoe lang? Heel lang, hè. Veertig jaar uiteindelijk. En, eh, en Ezra vertelde ook dat, dat God toen elke dag voor ze zorgde. Hij gaf ze manna, dat was het brood, en hij gaf ze ook vlees, kwakkels. En al die tijd, toen het volk van Israël, vertelt Israël, door de woestijn moest reizen, heeft de Heere God voor jullie gezorgd. En toen, nu komt het, en toen heeft God gezegd, dat moeten jullie vieren, elk jaar. Dus elk jaar moeten jullie vieren, dat, dat toen jullie door de woestijn hebben gereisd, dat ik toen elke dag voor jullie gezorgd heb. En, en uh, dat moet je vieren door zo'n loofhutje te bouwen. En waarom? Nou, een loofhutje, dat leek een beetje op die tentjes waar ze in woonden in de, in de uh, woestijn. Dus God zei, dan ga je tentjes bouwen, en dan ga je daar inwonen, en dan denk je aan de tijd dat je vroeger in de woestijn was en ik voor jullie zorgde. En de mensen die dat hoorden, jongens en meisjes, gemeente, de mensen die dat hoorden, moesten toen een beetje huilen. Toen begonnen ze dus een beetje te huilen. Want ze waren dat al heel lang vergeten. Nou, het is nog erger, jongens en meisjes. De meeste mensen hadden dat nog nooit gedaan. Erger, Stel je voor, hè, dat wij uh, vergeten kerstfeesten vieren. Het is bijna kerstfeest, hè? Zo echt best dichtbij, volgende maand al. Stel je voor, hè, dat uh, we de kerkenraad en de domen vergeten kerstfeesten vieren. Gewoon vergeten. En volgend jaar vergeten we het weer. En het jaar daarna weer. En dan ben jij strakker net zo oud als de dominee, heel oud dus. En dan heb je nog nooit Kerstfeest gevierd. Dat is toch erg? Nou, dat hadden die mensen ook, die hoorden dat ze een heel belangrijk feest al heel lang niet gevierd hadden. En, en dan moesten ze huilen. Eh, want de Heere God wil natuurlijk dat we dat eh, vieren. Maar dan gaat dominee Ezra verder. Als de mensen dan beginnen te huilen, dan, dan zegt hij tegen de mensen: Ja, maar je moet niet alleen huilen. Je moet het ook weer gaan vieren. Niet blijven huilen, maar, maar doen wat God gezegd heeft. Nou, nou, dat is toch wat God wil? J jullie moeten weer Loofhuttenfeest gaan vieren. En dankbaar zijn voor wat God gedaan heeft. Niet meer huilen, maar blij zijn. En zorgen dat je hem niet meer vergeet. God wil dankbaarheid. Ja, gemeente, weet u wat het is? Droefheid, dat hoort bij het geloof. Maar dankbaarheid en vreugde niet minder. En omdat we mogen geloven dat, dat God de zonde vergeeft, dat God een barmhartige God is, net als dat Hij dat voor Israël was, moeten we vieren steeds dat Hij die bevrijdende God is. Gemeente, dat moet je uitstralen, dat moet gevierd worden, dat mag nooit vergeten worden. Paulus roept de gemeente op en zegt dan, verblijd u in de Heer te alle tijd. Waarom? Om wat God voor je doet en deed. Gemeente verblijd je over wat Hij gaf, ook in de tijd die achter je lag. Verblijd je over alles wat Hij gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Verblijd je dat Hij de zondaren aanziet in genade. Verbleid je dwars door je tranen heen in het geloof dat God goed is. Dat is wat God vraagt met dankdag. Habakuk, een profeet, een van de laatste profeten, was, was ook blij. Hè? En die was blij dwars door zijn tranen heen. Hij zag dat er allerlei donkere tijden waren waarin hij leefde. En u kent die tekst misschien uit Habakuk wel: hè? geen bloesem aan de vijgenboom, geen rund meer in de stal. Nou, bepaalt geen reden om Dankdag te vieren. Moet je dan toch blij zijn? Nou, heb ik, ik zeg ja, dat moet. Omdat God het vraagt. Nochtans, zegt hij, zal ik in de heren van vreugde opspringen. Gemeente Dankdag moet. In de heren je verheugen moet. Geertje las net, uh, toen we thuis waren nog iets heel moois voor, vanuit een familie waar iets heel verdrietigs is gebeurd. Maar een jonge moeder van 46 is overleden. afgelopen weken en dan is het nu dagdag. En degene die daar iets over schrijft, schrijft, zegt. in de Bijbel staat: verheug je in de Heeren. Verheug je in wie hij is. Verheug je niet over alles wat je overkomt. Dat kan ook niet altijd. Verdriet is soms te groot. Maar verheug je in hem. In wie God is. Misschien wel juist in donkere tijden. En zeker in lichte tijden. En vandaag is het dankdag. En dan, dan dank je de Heer. Mag je niet vergeten dat alles wat we hebben van de Heer gekregen is. Jongens en meisjes, vandaag moet je danken. Dat wisten jullie al, wat is dankdag. Dus jullie weten nog wat er boven de preek staat: hè? niet vergeten. Niet vergeten, hè? Niet vergeten. Dus God zegt: hey, jullie moeten het niet vergeten dat je mij moet danken. Uh, waar moet je allemaal voor danken? Nou, uh, je moet danken dat de Heer je elke dag eten en drinken gaf. En uh, je moet danken dat de Heer alles liet groeien op het veld en in de tuin en op zee. Dat heeft de Heer gedaan, toch? Heeft de Heer gedaan. En, en je mag de Heer danken dat je een vader en een moeder hebt die, die voor je zorgen. Of dat er iemand is die voor jou zorgt, als een vader en moeder. En misschien is iemand van jullie wel ziek geweest. Maar, maar God heeft je toen ook weer beter gemaakt. Of je verder geholpen. Echt jongens en meisjes, alles hebben we van de Heer gekregen. Niet vergeten. Dankdag, dan zeggen we tegen elkaar, niet vergeten hè. dat alles wat je hebt gekregen van God is. En helemaal niet vergeten dat Hij de Heer Jezus gaf. Gemeente, we hebben dat nodig. Gemeente, we hebben nodig dat we dankdag vieren op hoge toon, momenten waar we in geestelijke zin de slingers ophangen, opdat we niet vergeten. En daarom hebben we vier dagen nodig. En daarom hebben we dagen nodig, waarin we het moeten uitjubelen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. God komt die dank toe. U bent de God die zorgt. U bent de God die helpt in nood. En bovenal gemeent is Hij de God die bewaart en beschermt. Want loofhuttefeest was de, de dank dat God beschermt en bewaart dat op weg naar het hemels op weg naar Canaan. En de kerk van Christus dankt God dat Hij de God is die hen helpt en bewaart op weg naar het hemels Canaan. Als kwam je er? Nooit. Als God zijn zoon niet gaf, kwam je er nooit. Als God zijn zoon niet gaf in de woestijn van je leven. om je te verlossen van je zonde, je schuld, je oordeel. dan kwam je er nooit. Dankdag, loofhuttefeest. Ik dank God voor zijn leiding en bevrijding. En dan even voor de ouderen en volwassenen onder ons. Weet je wat ik dacht bij de preek? Je denkt er dan wat over na. Ik dacht bij mezelf, de Heer geeft in de kerk ook hout om een hut te bouwen. En uw loofhut is gemaakt van het hout van Golgotha. Dat dorre hout, zegt de schrift. Want dat kruis alleen is wat mij bescherming geeft. Op Dankdag dank ik God het allermeest om het kruis. Want alles wat ik heb en alles wat ik ontvang, ontvang ik uit genade als zondaar. En op dankdag zeg ik dank u heren voor uw lijden. Dank u voor het kruis. Dank u wel. Ja, jongens en meisjes, weet je wat zo mooi was aan dat Loofhuttefeest? Dat zei ik net al. Hè? Dan gingen de mensen ook lekker eten maken. En dan maakten ze te veel, veel te veel. En dan gingen ze dat uitdelen. En dat gingen ze naar oudere mensen brengen die geen eten konden maken. Of zieke mensen of arme mensen. Dan, dan gingen ze eh, dingen weggeven aan andere mensen. Nou, dat moet dus ook op Dangdag. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat hier schoenendozen staan. En waarom doen we dat nou op Dangdag? Dat weten jullie, hè? Daar zit toch wat in? Ja, daar zit toch niet niks in? Nee, wat heb je erin gedaan? Wat heb jij erin gedaan? In de, in de... Of jullie? Z zit er niks in? Wel. Ja, er zit misschien wat speelgoed in of iets lekkers, toch? Ja, natuurlijk wel. Er zitten dingen in. Weet je wat zo mooi is? Op het loofhuttenfeest gingen de mensen ook iets weggeven aan anderen. En op Dankdag doen we dat ook. Daarom is het wel mooi. En, en, en gemeente, jongens en meisjes, wat zou het mooi zijn als andere mensen dan aan ons kunnen zien dat wij op Dankdag blij zijn, blij met de Heer en daarom ook iets weggeven. En daarom blij zingen en blij bidden en danken. Je mag vandaag gewoon blij zijn. Zou toch mooi zijn, hé, als de mensen in Silla's Hoek en in Maasdam en in Puttershoek en in Schravendeel en al die andere dorpen, dat ze aan jou kunnen zien dat je vandaag eigenlijk wel heel erg blij bent voor wie God is. Dat moet je doen, dat je blij bent met de Heer. Gemeente, blijdschap moet iets zichtbaars zijn. Net als in Jeruzalem. De mensen om je heen mogen en moeten het merken dat je een geheim hebt. Dat de kerk een geheim heeft. En dat geheim, gemeente, is dat alles wat we hebben, dat dat is uit genade. We zeggen het zo vaak, hè. We zeggen, Heer, het is niet omdat we iets verdiend hebben. Dat hebben we niet. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Maar alles wat ik heb, dat heb ik uit genade. Gemeente, laat dat maar zien aan anderen. Dan ben ik niet trots of hoogmoedig met al de dingen die ik heb, en dan loop ik er ook niet mee te koop, want dat doen we zo makkelijk. Maar in alle nederigheid laat ik merken dat ik van de Geef leef. Jacobus zegt dat in zijn brief: hè? Elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der Lichten. Het is een kinderliedje. Kennen jullie dat liedje, jongens en meisjes? Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Ja, wel toch, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Nee, oh, dat vind ik stom. Die moeten jullie dan wel even leren. Ook elke dienst moeten jullie volgens mij een extra liedje leren. Nou, deze dan. Want het is een heel mooi liedje. Voor dankdag alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Dus uh, jongens en meisjes, nou is de preek bijna klaar. Je moet niet vergeten, dat weten jullie, hè? want het is dankdag, want je hebt alles van God gekregen. En uh, hoe was ik de preek alweer weer begonnen? Oh ja, dat je de slingers op moet hangen. Hè? De mensen in Israël moesten de slingers ophangen, een hutje bouwen. Eigenlijk, eigenlijk jongens en meisjes, zouden wij vandaag op dankdag ook slingers op moeten hangen. Dat vind ik een heel goed idee, omdat de Heere God zo goed is. Weet je, ik heb een idee. Als jullie straks thuiskomen, dan vraag je mama waar de slingers liggen. En dat doe je net als voor iemand jarig is. Ja? En dan ga je de slingers vanmiddag ophangen. En misschien moeten jullie nog even ballonnen kopen, maar dat kan. Blokker is open en zo, hij is wel failliet, maar nog wel open. En dat kun je gewoon in puttenzoek doen en zo, in de maasdammer. Dan ga je nog even ballonnen halen, maar ik meen het echt. Dan ga je dat ophangen en dan ga je het niet vergeten. En, uh, en als er dan vandaag iemand aan jou vraagt, de buurman of een vriendinnetje, waarom hangen de slingers op? Is er iemand jarig bij jullie? Of is er een baby geboren? Dan zeg je, nee, nee er is niemand jarig, maar het is dankdag. En vandaag danken wij de Heer voor alles wat hij gegeven heeft, voor alle goede dingen. Nou, dat lijkt me een goed idee, toch? Gaan jullie dat doen? En heb ik nog een ideetje. Want wat deden mensen op, 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 op Lofuttefeest ook alweer meer. Oh, ze gingen heel veel eten maken. Dus je gaat ook heel veel eten maken of. Want anders denken de vaders en moeders nu wordt het te gek. Uh, je gaat gewoon tracteren. Dat doen wij dan tegenwoordig. Dus je vraagt aan mama en papa of je ook even tracteren mag. Misschien zeg je wie tracteren, maakt niet uit. Je broertjes en je zusjes of je. Vrienden. Net als de mensen in Jeruzalem, tracteren omdat alles wat we hebben van de Heere God gekregen is. Ja, gemeente, zo moeten grote ouderen en jongeren de Heere danken in alles. Omdat Hij goed is. Ik hoop echt oprecht dat bij u geestelijk de slingers ophangen. Amen.